Oh, dan ben ik nog een goede avond. Blij dat u weer kijkt, want dan zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van de Jaap-Aap Show. En er kan weinig gebeuren, want ik heb de buitendeur op slot gedaan, dus we kunnen er gewoon lekker tegenaan. De onderwerpen, we staan er vol van. De eerste onderwerp. Hallo, doe eens open, ik sta voor de deur. We zijn er niet. Dat hallo, hier is Ruud. Ja. Ik sta voor de deur van Studio 2. Dommer, mannen. Hallo. De deur is dicht en de sleutel is weg. Dames en heren, we gaan gauw beginnen. Maar want ik hoor u toch? Oh, dat lijkt me zo. Dames en heren, we gaan gauw beginnen, want het eerste onderwerp... Met wie sta ik nou dan te praten? Met een bandje. Dit is een bandje. Spoel even terug. Hoor u wel? Ja, hallo, maar zou u dan even tegen Guus, de regisseur, willen zeggen dat ik aan de deur geweest? Oh ja, wie kan ik zeggen dat er geweest is? Nou, ik ben Ruud. Oh ja, met een D of een T? Ja, nou, dan moet u niet van die moeilijke vragen stellen, hoor. Nou, we gaan beginnen, dames en heren. Het eerste onderwerp, en dat is een heel leuk onderwerp, dat komt namelijk uit het buitenland. Nou, in het buitenland gebeurt heel veel dingen. Nou, dit gebeurt. Is het toch mogelijk, hè? Zo, hè? Nou, jongen, zeg, we dat ben ik al eindelijk, hè? Hoe ben je nou binnengekomen? Door het toiletraampje ben ik gekomen. Door het toiletraampje? Wat slaat dat nou weer op, door het toiletraampje? Ja, maar ja, dan moest ik wel, want de deur was dicht, hè? Maar de deur was dicht, ja. Trouwens, zo ga ik ook altijd weg, dus Het maakt niet uit, hè? Want dat is voor mij korter, hè? Ja, zo is het. Goed, dames en heren, dan gaan wij gauw beginnen met het programma, want we hebben een heel erg leuk onderwerp. Nou, dat komt goed uit, want ik heb geweldig nieuws, hoor. Oh ja, is je zolder uitgebrand? Zonder van die oude filmpjes, hè? Nee. Dames en heren, ik heb heel ander nieuws. Wat dan?